Dat verandert nog in mijn hoofd wat voor boek ik geschreven heb. Ik heb intussen heel veel over het boek gepraat en soms begin je te geloven wat je zelf vertelt over het boek en soms is dat niet eigenlijk de waarheid, denk ik. Maar ik geloof dat. Wil je me beide varianten vertellen? De varianten, er zijn er. Ik denk nog altijd wel dat ik een boek geschreven heb over de liefde van een man voor de literatuur. Hij is een schrijver. En voor zijn dochter. Dat staat voorop. Maar het is een verhaal dat verschillende lagen kent. En soms, bij bepaalde besprekingen van het boek, soms als ik er zelf over nadenk, ja, strijden die lagen om voorrang, om belang. En weet ik niet meer zelf wat nu het belangrijkste is aan het boek. Soms zeg je, hè? Soms, ja. En vandaag? Ik ging juist zeggen, ik probeer zo weinig mogelijk nog aan mijn boek te denken. Want je moet verder natuurlijk. En er zijn nog dingen die moeten geschreven worden. En het boek is af. Ik denk dat ik in de eerste plaats een spannend boek geschreven heb. De spanning in dat boek zit voor een deel in de biofobie, zoals ik het noem, van één van de personages die in het boek voorkomen. Een beroemde schrijver die teruggetrokken leeft en die gaandeweg een angst ontwikkelt voor zijn eigen biografie. Met name door zijn dochtertje van bijna 4, omdat hij denkt, als ik morgen kom te overlijden, wat zou kunnen gebeuren, dan zal mijn dochter waarschijnlijk geen herinneringen aan mij hebben. Daarvoor is ze te jong. Dus zal de vader die zij dan krijgt later, zal dat iemand worden, een amalgaam van indrukken die die man bij andere personen heeft nagelaten. Een soort van mozaïek. En dat beeld beangstigt hem, omdat ja, dat beeld nooit de man zal vormen die hij is. Van daaruit ontwikkelt hij een biofobie. Het is een beroemde schrijver ook, dus dat speelt ook een rol in het boek. En gaandeweg probeert die man om wie hij zal worden na zijn dood, om het zo te zeggen, toch bij te kleuren. En hij zoekt mensen op, omdat hij zelf iemand is die weinig herinneringen aanmaakt. Maar hij beseft wel dat anderen, de mensen die hij in zijn leven ontmoet heeft, misschien wel heel goed herinneringen kunnen aanmaken. En hij stelt zich de vraag: hoe zal ik in die mensen dan voortleven? Welk beeld dragen zij van mij met zich mee? En het spannende aan het boek, dat was het eerste opzet van het boek, het zou een thrillerachtig boek worden, is dat die man daar probeert in te grijpen. Dus hij zoekt mensen op en probeert ze bij te sturen hoe ze naar hem gekeken hebben, of welke bepaalde anekdotes uit het verleden, probeert hij alsnog eigenlijk de controle over te verwerven. Probeert hij zich nog, ja, van zijn beste kant te laten zien waarschijnlijk. En dat gaat heel ver. Er is namelijk één persoon die werkelijk op de hoogte is van een geheim dat hij met zich meedraagt, iets dat in zijn jeugd gebeurd is. In het boek, in die thriller dan, gaat het zo ver dat hij die persoon vermoordt. Dat is het centrale, ja, dat is bijna het hart van Postmortem. Dat boek zou ik schrijven, een filosofische thriller. En dan filosofisch over kijken en bekeken worden. Vooral dat, hoe mensen het leven na je dood hebben, bedoel, hoe zal je afgerekend worden? Het is ook een religieus aspect daaraan verbonden. Hoe goed ben je geweest en kun je daar nog iets aan veranderen en zo. Dus ik vond dat een heel, ja, een beetje Hitchcock-achtig gegeven om een spannend boek te schrijven. 2 maanden later
krijgt mijn dochtertje van vier, van bijna vier toen, een herseninfarct. En verandert alles voor ons. Ik bedoel voor mijn vrouw en ik en voor haar. In het ziekenhuis, na een paar dagen van wanhoop, zeg maar, besloot ik om notities te nemen. Om dan toch een houvast te zoeken in wat ik eigenlijk elke dag doe, namelijk schrijven. Nog niet met enige plannen om daar iets van te maken of dat te gebruiken. Dat was het verste van mijn gedachten. Ik wou noteren wat er gebeurde. Dat was het enige dat mij voorop stond. Als een soort van dagboek. Aantekeningen. Ja, zo zou ik kunnen zeggen. Al heeft dagboek dan toch weer iets egocentrisch. Dus het was niet echt de bedoeling om... Dit was nog sekker. Het was nog sekker eigenlijk, ja. Het was noteren wat er gebeurde, zonder daar eigenlijk commentaar op te geven of misschien wel louter het vastleggen van je... Louter het vastleggen. Dat leek mij het enige dat mij zou omhoog kunnen helpen. En toen heb ik dat gedaan. Ik had natuurlijk heel veel van die notities. En pas later dacht ik van... Dat verhaal van die schrijver, van die beroemde schrijver, daar moet ik een laag aan toevoegen. En ik moet een laag aan toevoegen van een onbekende schrijver die het idee krijgt om dat boek te schrijven. Net zoals ik dat idee gekregen heb om het boek te schrijven. En dat leek mij veel interessanter, omdat dat dochtertje daar dan een veel grotere rol kreeg dan in het oorspronkelijke verhaal natuurlijk. Plotseling wordt zij het centrum van zijn... Terwijl hij heel egocentrisch bezig was met zichzelf en hoe hij gepercipeerd wordt, hoe de mensen hem zullen zien, wordt plotseling de aandacht volledig op zijn dochtertje gevestigd. En ziet hij de belangeloosheid van wat hij mee bezig was eigenlijk in. Dus dat paste helemaal in het boek, in het concept van het boek, door er een laag aan toe te voegen over Emiel Steegman, dus een onbekende schrijver. En die Emiel Steegman, net zoals ik, krijgt dat idee voor het boek dat hij wil schrijven op een ochtend in de douche, wanneer hij een excuus bedenkt voor een soort halve verplichting, halve literaire verplichting, een etentje met Estse schrijvers, een delegatie die hier een maand verblijft in België. Je kent dat, uitwisseling van... Verplichte nummers. Een licht verplicht nummer toch, en daar heeft hij niet zoveel zin in. En hij komt op een zinnetje, in de douche komt hij op een zinnetje, wegens nogal moeilijke tijden in de familie, dat zal hij mailen, zou hij niet kunnen komen. Dat gebeurt op het allerlaatste moment, dus dat zinnetje zal meer gewicht krijgen, alsof het plotseling toch iets dat al moeilijk was, toch te moeilijk geworden is om het zo te laten, versta je? Dus... En het woord nogal in het dat woord zinnetje, nogal, ja. Bevalt hem buitengewoon. Ja, goed, het woord nogal maakt het zinnetje bruikbaar, omdat er zit iets relativerends in het nogal. En er zit ook iets dringends in, iets dwingends. Het is nu toch te ver, het is nu te moeilijk. Nu kan ik niet meer komen. Tegelijkertijd, als hij later die mevrouw, met wie je dan die mail, naar wie je die mail zou sturen, tegenkomt, zou hij ook kunnen zeggen, het is nogal meegevallen. Het was niet zo erg of ik... Dus dat zinnetje werkt perfect, denkt hij. Maar wanneer hij dat zinnetje verstuurt per mail, begint hij te denken van... Ja, wat als een biograaf ooit mijn mailverkeer zou uitpluizen, wat op zich ook natuurlijk een tamelijk egocentrische gedachte is voor een onbekende schrijver. Maar goed, die gedachte komt wel in hem op. Er is niks aan de hand in zijn gezinsleven op dat ogenblik. En zo'n biograaf zal denken hout in handen te hebben, want er is nergens iets bekend over moeilijke tijden rond die periode. Maar hij vindt wel zo'n mail, zo'n e-mail, waarin er wel sprake is van. Dus ja, die man zal denken van, ik moet hier dieper, ik moet graven, er is hier iets aan de hand. Terwijl Steegman natuurlijk weet, er is helemaal niks aan de hand. En vanuit dat idee groeit
Hij voelt dat hij zelf hout in handen heeft voor een nieuw boek. En dat wordt dat boek dat ik net beschreven heb over een beroemde schrijver die een biofobie ontwikkelt. Omdat hij weet, de biograaf zal nooit echt mij kunnen vatten als persoon. Dat is onmogelijk. En een biografie moet ook altijd iets onthullen. Moet ook altijd ergens toch een aspect van... Een crime passionnel. Er moet iets zijn... Onbekende liefde. Ja. Een pure, droge biografie, dat is niet meer van deze tijd. Er moet iets onthuld worden. Die elementen allemaal samen maken dus dat het eerste deel van Postmortem eigenlijk het verhaal van Emiel Steegman is, die dat idee krijgt voor zijn roman en die daar ook helemaal in opgaat. Hij raakt helemaal begeesterd. De manier waarop hij naar zijn omgeving kijkt, naar de wereld kijkt, verandert plots door dat idee, voor dat boek. Want voor het eerst zal hij waarschijnlijk zijn persoonlijk leven gebruiken, aangezien het ook om zijn hoofdpersoon een schrijver is. Wat hij goed kent. Bovendien woont hij nog maar net in een dorp. Dus hij verhuist naar een dorp. En het is een eigenaardig dorp. Het is een heel stil dorp. En heeft zijn buren nog niet goed leren kennen. En het is een heel andere wereld dan in de stad. En hij gaat eigenlijk op onderzoek uit. In zijn buurt, ook bij die mensen. Om naar bruikbaar materiaal. Kan ik die mensen gebruiken? En hij stelt zich daar ook vragen bij, morele vragen. Kan ik die mensen gebruiken? Dat is eigenlijk het eerste deel van het boek. Je ziet een man die... ik krijg de vraag wel eens van... Hoe doe je dat? Een boek schrijven? Hoe gaat dat? Wel, in het eerste deel van Postmortem zie je hoe dat gaat. Het begint heel klein en het begint te leven. Het begint met een goed idee. Het begint met een idee. En zomaar onder de douche. Wordt aangevuld met dingen uit je omgeving. Plotseling zie je de wereld ook in net een ander licht. Dat net bruikbaarder is voor jouw roman. Enzovoort. Dus het eerste deel is eigenlijk een relaas van een man begeesterd door een nieuw idee voor een roman. En daaraan zie je ook zijn liefde voor literatuur. En dat is ook wat ik zelf wou meegeven later voor mijn dochter, dat ze dat ooit zou zien. Jouw liefde? Jouw liefde voor de literatuur? Mijn liefde voor de literatuur. Dat ze mij, als ik stel morgen onder een auto loop, dat ze Postmortem kan vastnemen en dat ze kan lezen wie ik ben of was. Ja. Ja. Deel 2 van de roman is... op het einde van deel 1 gebeurt bij Steegman wat bij mij gebeurde. Zijn dochtertje krijgt een herseninfarct. En hij wordt, je zou kunnen zeggen, hardhandig uit zijn fictie terug in de werkelijkheid geduwd. En ook uit zijn egocentrisme. Precies. Aan de hand van notities volgen wij in Postmortem, het boek, volgen wij dan ook wat daar gebeurt en hoe hij dat beleeft. Die notities zijn een bewerking, zijn natuurlijk een bewerking van wat ik opgeschreven heb. En een literaire bewerking. Al is het heel sec geschreven en zo, maar het is toch, dit is niet direct. Maar in het boek is dat wel zo. Dus Steegman, zou je kunnen zeggen, is een betere schrijver dan Peter Terrien. Want hij kan onmiddellijk daar heel... hij schrijft daar interessante en mooie dingen over in het tweede deel. En dat tweede deel is simpelweg de liefde voor zijn dochter die naar boven komt drijven. En hoe wanhopig hij is en hoe hij samen met zijn vrouw daar probeert uit te klauteren uit die put waar ze plotseling ingevallen zijn. Dat is deel 2 van het boek. En daarmee is het een boek dat heel dicht tegen de werkelijkheid aanschurkt. Ja, precies. Omdat het in deel 1 onderzocht hij al die werkelijkheid naar bruikbaarheid. Het is een man die altijd fictie heeft geschreven. Hij heeft in het boek wordt het ook zo gezegd, een hekel aan alle ego-documenten en biografieën natuurlijk. Het leuke is, of het interessante is, dat net dan zo'n man, lezers van Postmortem, een ego-document te lezen krijgen van die man. Maar, opmerkelijk genoeg, een ego-document die enkel de lezers van Postmortem kunnen lezen. Want in het derde deel van het boek blijkt dat die man
nooit over het voorval met zijn dochter heeft gepubliceerd. Dus ik speel daar met, inderdaad met werkelijkheid en fictie. En bovendien hebben we ook nog eens het tweede deel in een ander lettertype gezet. Om te benadrukken, het is een typemachine, een lettertype vanuit de typemachine. Om te benadrukken dat het is dat, want hij zit met de typemachine op schoot in de intensive care, in de hangen, zit hij te schrijven over het voorval. Om dat nog eens te benadrukken dat het echt iets persoonlijks is, bijna. En dat het bijna op zichzelf staat. Ja dat bijna. En dat dus ja, strikt. Ja, persoonlijk gebleven is, ook later. Alleen wij lezen het wel in postmortem. Ja. En even helemaal terug naar het begin van ons gesprek. Jij zei, ik had aanvankelijk het idee om een thriller te schrijven, maar jij staat in Vlaanderen en in Nederland niet bekend als een thriller-auteur, toch? Nee. Dus maar, was dat een uitstapje? Of was dat een... Nee, als ik zeg thriller, dan is dat toch wel, dan bedoel je dat wel naar mijn normen en smaak. Ik heb altijd wel spannende boeken geschreven. Dus, maar nu wou ik het een misschien wat luchtiger nog. Maar dat zou geen thriller geworden zijn die tussen de... Neem ik aan, ik weet dat niet, maar... Die niet zomaar in de Vrij Nederland thrillergids... Ja, misschien wel, maar ik heb geen ambitie om in dat genre iets vergelijkbaars te doen. Ik zou het helemaal op mijn manier doen. Trouwens, die thriller... is wel degelijk geschreven, namelijk in postmortem. Maar er wordt voortdurend rond gepraat. Dus je krijgt nooit... In het eerste deel zie je de aanzet tot het boek. Hè? Wat Emiel Steegman doet en al noteert, want terwijl hij leeft, kom hem flarden aangewaaid van tekst, van proza die hij zou kunnen gebruiken in zijn boek. Hij weegt dingen af. Je volgt eigenlijk het ontstaansproces. En na deel 2 denk je dat die roman er nooit zal gekomen zijn, want hij is zo hardhandig. Het is zo'n bruut, een schisma wat daar gebeurt. Maar in deel 3 blijkt wel degelijk dat die man later dat boek geschreven heeft, die thriller. En het eigenaardige is dat je, waar je in deel 1 het ontstaan ervan ziet, terwijl het nog niet geschreven is, dat hij nog niet echt aan het schrijven is, zie je in deel 3 wat er gebeurt... na de publicatie van het boek. Hij heeft het dus geschreven. En daar zie je dan de gevolgen van zijn fictie terug in de werkelijkheid. Terwijl in deel 1 het meer omgekeerd was. En waar je meer zag hoe de werkelijkheid de fictie beïnvloedde. Ja, jij zei zo even in deel 2, hè, de gebeurtenissen met jouw dochter... Die voegen een laag toe aan, voegden een laag toe of voegen een laag toe aan het oorspronkelijke idee. Wat was je motief om het toe te voegen? Het motief om het toe te voegen was simpelweg omdat ik omdat mijn doel in het algemeen helemaal veranderd was. Dit boek, met dit boek wou ik werkelijk aan mijn dochter laten zien wie haar vader was, wie haar vader is. Wat bracht dat idee zo plotseling? Door die gebeurtenissen? Door die gebeurtenis zelf, daar kon ik niet meer omheen. Maanden later was die gebeurtenis nog altijd bij ons, want we zagen de gevolgen in ons persoonlijk leven van wat er gebeurd was. Laat ik de vraag anders stellen. Maakten de gebeurtenissen met jouw kind dat jij ook over je eigen sterfelijkheid begon na te denken? Nee, dat was daarvoor al. Dat was daarvoor al met dat oorspronkelijk idee van die beroemde schrijver. Dat zat daar wel al in, maar ja, toen wat er gebeurde met mijn dochter, dat paste daar helemaal in. Dat maakte het allemaal nog sterker, zette alles op scherp. En de inzet was plotseling veel belangrijker dan... bij die thriller. Terwijl het bij die thriller een soort licht absurd denken was van die persoon. En ik zou dat ook zo uitwerken, dat hij mensen opzoekt en zo. En dat je de absurditeit daarvan voelt en ook wat de humor daarvan inziet. Van hoe bestaat het dat iemand zo ver gaat?
werd dat plotseling allemaal veel scherper en schrijnender met dat voorval met mijn dochter. En zoals ik zei, dus de gevolgen daarvan, die, daar leven we nog elke dag mee. Ja, ja, die gebeurtenis was zo ingrijpend. Daar kon ik ook niet meer omheen, dus dat moest ook ergens een plaats vinden. Is dat, was er ook een therapeutisch motief misschien om het in te zetten? Het is niet voor mezelf. Het is een beetje een vies woord geworden, hè? In de... Ja, ja, ik denk niet voor mezelf. Nee, als of een louterend of een genezend? Louterend. Die oorspronkelijke notities misschien wel. Die had ik echt nodig. Dit boek had ik op een andere manier nodig. Toen ik het idee voor het postmortem helemaal rond had in mijn hoofd, hè, want het is in fases gegaan, werd ik plotseling heel zenuwachtig, omdat ik dacht van, ja, ik wil dit boek schrijven, maar ik wil het ook al af hebben, want er kan inderdaad iets met mij gebeuren. Je weet het maar nooit. En dan heb ik dat boek niet klaar, waarin ik nu plotseling heel goed kan aan mijn dochter duidelijk maken wie haar vader is. Ik had het helemaal rond in mijn hoofd en ik dacht van, nu moet ik het snel opschrijven. Dus ik ben toen heel hard gaan werken. En louterend in die zin, toen ik het af had, viel er een pak van mij af. En dacht ik, was ik heel erg opgelucht. En was de dood ook plotseling weg. Of dat klinkt heel zwaar, maar niet dat ik daar nu elke dag aan dacht. Maar het idee van sterven, raar maar waar, door dat boek dan te schrijven, verdween dan ook weer. Want de haast verdween. De haast verdween en ik dacht van, oké, als ik moet sterven, dan is het goed geweest. Dan heb ik het boek geschreven. En dan heb ik mijn taak gedaan. Dan heb ik dat tenminste netjes geregeld, ja. Ik vind het ontzettend interessant wat je zegt, want ik denk zelf eigenlijk, ook terugdenkend aan mijn eigen jeugd en kijkend naar het opgroeien van mijn eigen kinderen, dat je ouders helemaal niet kunt kennen. Ja. Dat is dan inderdaad misschien ook de ambitie geweest om haar een bijzondere inkijk te geven. Ja. Want de ouders zijn net als andere mensen slechte mensen. En, oh ja, maar ja. Zondige mensen en geile mensen. En, ja, ja. Maar ik denk, ja. Het zijn precies al die dingen die je niet toont. Die ouders niet aan hun kinderen tonen. Ja, ja, ja. Moet als je ouder wordt. Denk ik daar dan toch heel anders over, denk ik. Ik had het zelf toch. Toen ik een jaar of 25 werd, zag ik mijn ouders anders en wilde ik ze toch beter leren kennen. Dus ja, het is voor het geval. Hè. Ik bedoel, ze hoeft het niet te lezen, maar als ze het wil lezen, dan kan ze het toch. Is dit boek een boek dat in rechte lijn voortkomt uit wat je eerder produceerde, of is het een breuk? Ik denk dat het door veel mensen gezien wordt als een... Ja, breuk is veel gezegd, maar toch een andere richting. Verandering van trend. Ja, maar als je dan achteraf... Ik dacht dat ook toen ik het begon te schrijven. Waarom dacht je het zelf? Nou ja, goed, omdat ik had altijd... mijn romans waren tot nog toe heel rechte lijnen. Strak van A naar B. Je zou kunnen zeggen lange novelles, hè? Met weinig personages, meestal beperkt van locatie en heel strak. Mensen associëren je met Hermans, maar ook met Kafka? Ja, ja, maar... Nou goed, ja, misschien. Ik denk het eigenlijk niet, maar goed. Hermans heeft natuurlijk wel novelles geschreven, maar ik bedoel, de romans die hij schreef waren wel romans. En met roman... Ik was op een punt gekomen dat ik dacht, ik moet meer durven. Ik moet ook... Ik moet... De roman is de enige plaats, literaire plaats, waar alles nog kan, vind ik. En ik vind dat er ook geen regels moeten... jonge schrijvers moeten zich geen dogma's opleggen. En zo zijn er van die dingen. Ja, er mag niet gedacht worden. Een personage, you have to show and then not tell. Ja, dat gaat, in zekere zin gaat dat, tot op zekere hoogte is dat zo. Maar als je een boek schrijft over mensen, ja, die mensen denken toch ook af en toe. Waarom zou je dat dan niet mogen beschrijven? Ik vind dat een beetje typisch voor
voor jonge schrijvers, omdat ik ben zelf in geweest, dus ik weet het, omdat je dan, je probeert jezelf in een bepaald, ja, stramien te stoppen, omdat je dan weet hoe het moet. Dan is het niet zo beangstigend dat alles kan en je niet weet, ja, wat moet je daarmee met dat alles? Toevallig heb ik na De Bewaker, mijn vorige roman, herlas ik Moby Dick van Melville. En dat is zo'n prachtig boek. En ik was daar zo door, ik had er zoveel bewondering voor wat die man durfde en hoe het toch allemaal spannend bleef en toch interessant bleef en zo. Ik dacht van, ik moet ook, ik moet een beetje losbreken, ik moet meer... Maar kwam dat door Moby Dick of kwam dat door iets anders? Nou ja, dat allemaal kleine dingetjes en Moby Dick was daar zeker een element in. Maar is er niet iets aan te wijzen dat maakte dat je tegen jezelf zei, ik moet meer durven? Ja goed, ik durfde wel al veel. Ik bedoel, De Bewaker is een gedurfd boek. Ja, maar je zei zo even, ik vond eigenlijk van mezelf dat ik meer moest durven. Of misschien meer de mogelijkheden moest bekijken. Maar het rare is, je kunt dat allemaal wel bedenken, maar eenmaal het verhaal zich dan aandient, dan gaan die dingen toch vanzelf. Dan hoef je daar eigenlijk niet bewust meer over na te denken. Dan dirigeert dat zichzelf en dan weet je van, ja, het moet zo en dan moet het zo en dan moet het zo. Om lang verhaal kort te maken, Postmortem is in die zin een ander boek dan mijn vorige boeken. Dat is zeker zo. Maar, en dat hoor ik toch telkens opnieuw, eenmaal ik een boek geschreven heb en ik mag dan welke voornemens gehad hebben ook, telkens blijkt dat iedereen zegt het is een typisch Terrien boek. Dus zo ver ben ik toch weer niet... En wat maakt het dan tot een typisch Terrien boek? Ja, dat weet ik niet. Heb je geen idee, werkelijk? Het zal iets zijn in de manier van formuleren, het zal iets zijn in de manier van kijken, zoiets. En dat kun je van jezelf moeilijk zien, omdat je nu eenmaal zo schrijft. En het maakt eigenlijk niet uit wat je schrijft of over wat je schrijft. Kennelijk schrijf je toch altijd vanuit die hersenen, vanuit die mens, vanuit die ervaringen die mens meedraagt. En dat wordt dan Terrien. Dat wordt dan toch een handtekening op een of andere manier. Ja. En dat kijken en bekeken worden, hè? Dat, wat je verwijst in een nawoord naar een essay, ja, in 2008 geloof ik, in NRC Handelsblad. Is dat een onderwerp dat jou meer in het algemeen bezighoudt? Of ja. Hoort dat specifiek nee, bij dat, dit boek? Nee, dat kwam heel goed uit bij dit boek, maar dat is wel iets dat mij bezighoudt, dat van deze tijd is. Wat bedoel je daarmee? Ja, als je kijkt naar Facebook, dan is dat toch, ja, Facebook het woord face zit er al in, de gezien worden. Iedereen meet zich van die persoonlijkheden aan of doet zich voor op een bepaalde manier. Dat is iets heel eigenaardigs. Mensen willen, net zoals die beroemde schrijver in mijn boek, hij krijgt geen naam, hij blijft T in het boek. Hij fulmineert ook, hè? Hij fulmineert ook, maar net zoals hij... Tegen al die nieuwe dingen, tussen aanhalingstekens, ja, nieuwe dingen. Ja, ja. Maar net zoals hij bezig is met hoe hij zal gezien worden na zijn dood, zijn al die mensen op social media bezig met hoe zij gezien worden. Dus niet alleen maar de schrijver is bezig met... We zijn daar allemaal mee bezig. En veel meer dan ooit tevoren eigenlijk. Dus daarin past het ook wel... Maar je verwees ook naar een religieus aspect dat eraan. Hè? Dan niet, misschien niet kijken en bekeken worden, maar wegen en gewogen, ja, afgerekend worden. Hè, in Bijbelse termen. Ja, dat is iets wat op een bepaalde leeftijd, en ik heb die kennelijk bereikt, plotseling aan de orde is. Dat je denkt van, wat heb ik in mijn leven allemaal uitgespookt? Maar vanuit een religieus concept? Niet zozeer dat. Nee, niet zozeer dat. Maar, nou ja, ik denk daar toch eens over na. Gewetens. Wat je hebt aangericht. Ik bedoel, ik heb geen... Gewetensverzoek. Ik heb geen strafblad, denk ik. Maar, nou ja, je denkt daar wel eens over na. Van, en ook als je ouder wordt... ik denk nu meer terug aan mijn jeugd dan 10 jaar geleden.
En dat zal niet verminderen, dat zal eerder vermeerderen, denk ik. En dan beleef je dingen opnieuw en dan denk je van, hoe is dat bij de, letterlijk, zoals het ook in het boek gebeurt, hoe is dat bij die andere mensen, die vrienden dan, hoe is dat daarover? Eigenlijk precies hetzelfde onderwerp als Stefan Enter met zijn boek Grip. Het thema van dat boek is ook natuurlijk zo. Hè. 20 jaar na dato ga je gaan polsen hoe de anderen ingrijpende gebeurtenis hebben beleefd. Dus dan doe je dat en dat doe ik ook. Ja. Dat is normaal, denk ik. En bij Enter is dan de tijd ook nog een heel belangrijke factor. Hè? Ja. Bij jou niet? Ja, dat zal wel. Ik kan daar nu niet zo de vinger op leggen, maar ja. Waar komt het schrijven vandaan? Ik weet dat het een verschrikkelijk moeilijke vraag is, maar... Waar komt het schrijven vandaan? In het algemeen? Bij jou. Bij mij, waar het vandaan komt. Ja. het verhaal dat ik altijd vertel en dat is ook weer zo'n verhaal waar ik niet meer weet wat er nu waar is wat ik erbij verzonnen heb om het verhaal te maken. Maar ik heb hem, toen ik bijna 23 was in Engeland, in Londen, een boek gelezen van Hermans, De Donkere Kamer van Damocles. Ik las dat 's nachts. En dat boek heeft mijn leven veranderd. In die zin dat ik 's morgens mijn baas heb gebeld en gezegd heb dat ik stop met dat werk. Ik verkocht marmer aan Engelse architecten. Dat was niet mijn werk, wat ik wou doen. Maar ik was daar ingesukkeld op een trage manier. En je zei tegen jouw werkgever, ik word schrijver. Ja. Ja, en dat was morgens om 6:00. Ik herinner me nog goed dat ik dacht van, ik zal wachten tot 6:00, dan is hij waarschijnlijk wel wakker. Want ik wou hem eigenlijk 's nachts al bellen, maar dat... ik weet niet meer wat zijn reactie was. Hij zal wel smakelijk gelachen hebben, denk ik. Het was heel naïef. Ik ben zeer blij dat ik die beslissing genomen heb. Ik kon natuurlijk niet schrijven. Ik moest alles nog leren, moest nog lezen, moest nog beginnen eigenlijk. Wat was het in de Donkere Kamer van Damocles dat jou zo... Ik kwam thuis. Ik had mij daarvoor eigenlijk altijd ontheemd gevoeld op een of andere manier. Zonder literatuur bedoel je? Ja, omdat ik literatuur nog niet had ontdekt. Er was iets niet in je leven? Ik voelde mij niet... hoe zou ik dat zeggen? Ik voelde mij een vreemdeling. En toen ik Hermans las, kwam ik thuis. Omdat hij, en vooral dat in de Donkere Kamer. Dat is een lang verhaal, maar... Ja, leuk. Ik hou van lange verhalen. Oké, maar goed. Je kent het verhaal van de Donkere Kamer van Damocles allicht. Tijdens de oorlog... verzetsdaden die de hoofdpersoon, die Dordbeck, pleegt. Nu ben ik helemaal mijn... Is het toch Dordbeck? Nee, we zijn op zoek naar Dordbeck. De naam heb ik ook niet meer paraat. Nee. Maakt niet uit. Maakt wel uit. Dordbeck en... ik moet nu weten. Ik moet het nu weten. Ze gaan op zoek naar Dordbeck. Sorry, Sam. Geef niet. Oosterwoud. Ja, natuurlijk. Oosterwoud. Fijn. Mag ik gewoon verder doen? Ja. Wel, het verhaal van de Donkere Kamer is algemeen bekend. De hoofdpersoon is een Oosterwoud, tijdens de oorlog, Tweede Wereldoorlog,
op verzoek van Dorbeck, die als twee druppels water op hem gelijk, maar een mannelijke versie is, pleegt verzetsdaden. Dat begint met het ontwikkelen van film en dat eindigt met moord. Het vreemde of het opmerkelijke en het geniale van het boek ook, vind ik, is dat na de bevrijding, de acties van Oosterwoud, op dezelfde manier, of niet op dezelfde manier, ze worden geïnterpreteerd door het verzet als daden van collaboratie. Dus net hetzelfde wat hij gedaan heeft om zijn land te helpen, om Dorbeck te helpen, wordt tegen hem gebruikt. En ja, Herman stond daarmee in het schizofrene natuurlijk aan van niet alleen van oorlog, maar ook nog eens van perceptie, van werkelijkheid, van waarheid. En dat doet hij echt prachtig in dat boek. En als ik zeg, ik kwam thuis, dat was ook de wereld die ik zag. En ja, die jij zag? Dagelijks om me heen, dat alles telkens veranderde en telkens op een andere manier. Alles was vloeiend, er was geen waarheid. Er was telkens maar opnieuw een visie van de waarheid. En los van dat gegeven kwam ook de stijl van Hermans, de manier waarop hij keek, hoe hij dingen beschreef. Dat was precies alsof ik het zelf zo zou gedaan hebben. En nou goed, ja, verder kan ik daar niet geen praat over verkopen, hoor. Ik bedoel, het is simpelweg dat proza, dat sprak mij zo aan. Dat was in elke zin spannend. En het was niet ontmoedigend, want ik vond dat absoluut niet ontmoedigend, nee. Als iemand dat zo goed kan, dan kan je daar misschien wel nooit overheen. Nou, op die manier. Ik was jong. Ik was 23. En dan durf je zo'n dingen denken. Misschien dat ik nu, stel dat ik nu... maar goed, ja, nu zou dat ook niet lukken. Nu zou ik nooit meer zo'n ingrijpende leeservaring kunnen hebben. Ik bedoel, zo'n leeservaringen heb je als je die leeftijd, of nog jonger... Dus vandaar dat die impact. En dan ook, ja, ik dacht natuurlijk ook niet onmiddellijk van ik ga Hermans gaan vervangen, eventjes. Nee, dat dacht ik niet. Maar ik dacht wel, ik moet schrijven. Dat is iets wat ik wil doen. En dat was iets, en dat voelde ik natuurlijk ook, dat helemaal bij mijn persoonlijkheid past. Ik was niet gemaakt om dagelijks... Marmer te verkopen. Nee, om dagelijks 30 mensen te ontmoeten en voortdurend op de weg te zijn. Dat is niet... Mijn wezen is daar niet voor gemaakt. Ik zit graag stil in een stille kamer en dan gebeuren dingen in mijn hoofd en dat is veel interessanter voor mij. En is die bewondering voor Hermans gebleven? Die is gebleven, ja hoor. Het is niet zo dat de Donkere Kamer is niet zijn beste, is waarschijnlijk niet zijn beste werk. Maar in ieder geval, als het moeilijk gaat, of als ik als je een paar boeken leest en je denkt van, gaf, dat is toch weer maar zo, dan neem ik vlug Hermans vast, lees ik een paar bladzijden en dan voel ik weer, ja, dan borrelt het weer en dan leeft het weer. Dan heb ik weer zin om te schrijven. Maar dan toch nog even die verschrikkelijke vraag, hè? Waar komt het schrijven vandaan? Hermans was een incident of een hefboom of een, ja. of een gebeurtenis of een aanleiding. Maar wat me zo bezighoudt is de vraag, waar zit het? Of wat is het? Of vind je het een stomme vraag? Ik vind het een stomme vraag in die zin dat ik daar eigenlijk nooit over nadenk. Want het is zo. Dus waarom zou ik mij het leven lastig maken met de vraag van waar komt het vandaan en waarom? En nee, het is gewoon zo. Ik voel het ook niet aan als iets... ik ben niet uitverkoren of zo. Ik bedoel, ik heb gewoon het geluk iets te doen wat ik graag doe. Is het enige dat onomstotelijk waar is? Ja. Ik zou... Ja, misschien wel.
Het is een wonderlijk toeval, maar dat ik het gevonden heb. En ik weet dat veel mensen heel leven leven en nooit dat vinden. En dat is heel jammer. Maar ik heb het wel gevonden. En daar, in die zin, ben ik wel uitverkoren. Maar niet uitverkoren in de zin dat ik door God talenten gekregen heb. Niet op die manier. Maar ik voel mij de koning te rijk. Ik sta 's morgens op en ik kan doen wat ik graag doe. En ik vind het nog spannend ook en uitdagend en nog altijd. En ook altijd het gevoel dat ik pas begin, dat het allemaal nog moet komen. En nog moet, dat ik nog de grote dingen moet aanpakken en zo. Dus ja. Dus ik ben niet van plan om morgen te sterven, maar pas over een goede 60 jaar.